So, good afternoon, everybody. Welcome for onze EDC round the Lammers Fire, oftewel rond het Lammers Vuur. Ik heb voor jullie een presentatie gemaakt, dus dat wil ik nu gaan beginnen met share screen. Rond het Lammers Vuur, dus het is zondag 25 juli en we zitten gewoon in hoog zomer in Nederland nog steeds. We gaan eigenlijk binnenkort Lammers vieren. Ik heb net inderdaad gezegd dat in de pagan world soms wordt Lammers en Lunas door elkaar gehaald. Maar Lammers is wel degelijk het oud-Engels woord glafmaas. En ik denk mensen in Friesland zullen deze woorden ook herkennen. Want wat we vaak zien zijn oud-Engelse woorden. Die zijn ook bekend aan de Neder-Saxisch. Dus waarschijnlijk de mensen die de Nederlandse taal goed kennen, zullen dit ook misschien herkennen. Dus het woord lammers of loofmaas komt uit het oud-Engelse woord glafmaas. Lammers Day, terwijl de Anglo-Saxische halfmaas, loofmaas, is ook bekend als Loofmaas Day. En dat is eigenlijk een christelijke feestdag die in sommige Engels sprekende landen op het noordelijke halfrond rond 1 augustus worden gevierd. Dus dit is typisch een pagan festival die overgenomen is door de kerk. Want ze zagen altijd oude gebruiken waren ook inderdaad pas in hun jaarlijkse kalender, de church kalender. De naam is afkomstig van het woord brood uiteraard. En in de verwijzing in de mis natuurlijk is dat een primaire onderdeel van de christelijke mis en de heilige communie. Maar voor wij als pagans is dat inderdaad ook breaking bread, eigenlijk brood delen, was inderdaad een hele belangrijk iets wat je ging mensen natuurlijk uitnodigen. En we kennen ook als wij iets willen offeren aan de goden, maken we gewoon het beste wat we hebben. Dus bij de Harvest Festival geven we natuurlijk het beste van onze fruit. En in dit geval graan, die wordt gemaaid en gedorst en alles nog wordt bloem en dan wordt ook brood. Dus op de dag van broodmis is het inderdaad ook bij de kerk gebruikelijk om een brood te brengen dat gemaakt is van de nieuwe oogst. En dit wordt inderdaad rond deze tijd ook gemaaid enzovoort. En dat is eigenlijk tussen zomerzonnewende en de herfst equinox. Die valt in natuurlijk in september. Bij de christenen hebben ze ook processies naar de bakkerijen. En ik kom straks even terug op de drie matronen in Duitsland. En daar zie je ook het brood een heel belangrijk onderdeel is van de offerings die werden gemaakt bij de altaren van de drie matronen. Nou, gisteren was het ook bijzonder, want gisteren was het volle maan. Nou, in ons systeem, de Silver Circle maankalender, noemen wij dit de maan van het weerlicht. En jullie zullen vandaag en gisteren werd inderdaad ook donder en bliksem voorspeld. Ik heb het nog niet gezien. Maar in Utrecht werd vanochtend code geel afgegeven. Dus we verwachten in ieder moment dat storm en regen komt. We horen ook inderdaad dat de regen weer in Limburg valt. Dus de overstromingen zijn inderdaad niet voorbij. Daarom gisteren bij volle maan heb ik natuurlijk een hele tijd zitten denken aan alle mensen in Duitsland en in Limburg en in België. Echt allerlei effecten van de overstroming tot mensen die zijn inderdaad dood gegaan. Echt op een vreselijke manier ook. Het is echt voor de Duitsers natuurlijk ongekend. Maar normaal gesproken, als we maand in het weerlicht, is het inderdaad ook
Ja, de drukkende hitte van de zomer kan inderdaad de elektrische stormen ook veroorzaken. Maar het is juist donder die ook een rol speelt in het hele proces. Want natuurlijk niet alleen de dondergoden brachten gewoon boodschappen. De dondergoden waren eigenlijk de meest oude van alle goden, want die maakten echt impact. Ik bedoel, ja, je kan nog gewoon iemand of een godin van de oogst hebben of wat dan ook. Maar de dondergoden waren echt heel erg belangrijk, want ze brachten gewoon boodschappen. En als de goden waren niet blij met onze handelen, gingen ze ook natuurlijk donderen en bliksem en alles en nog wat. Dus de thunder gods zijn eigenlijk, zeker in de ancient world, het meest belangrijk. Want ze kwamen ook met, pas op, er komt een storm aan. Dus als je op zee was, was het natuurlijk heel belangrijk om te weten dat er een storm aankwam. Maar goed, aan de andere kant, het is een wisselwerking natuurlijk. En nogmaals, zonder deze natuurlijke fenomenen hebben we ook vaak niet echt dat de aarde wordt bevrucht of bewerkt, enzovoort, enzovoort. Dus gisteren, ik wil jullie gewoon dat je je ogen dicht doet en stel je voor dat je echt aan de rand van een maïsveld, dat is deze, loop je gewoon naar een steen helemaal in de verte. En dan voel je de zon, de drukkende hitte. En je hoort ook in de verte een beetje gerommel. Maar het is nog niet duidelijk wat het is. Maar als je dichter bij de steen komt, worden de wolken steeds donkerder. Kom bij een steen en daar inderdaad staat gegrift als een soort mijlpaal. Geeft ook aan dat niet alleen dat het land hier eerder bewerkt is, maar dat ook mensen waren hier. En die mijlpalen, weten we van de Romeinse tijden ook, die gaven gewoon bepaalde richtingen aan. En vertelden ook hoe ver je was van een andere plek. De steen geeft ook ons een connectie met de godenwereld. En als je daar kijkt, hoor je een stem. En zie je tevoorschijn komen achter de steen drie oude vrouwen. Die kijken naar jullie toe. En dan ga je kijken, wat kan je hun geven? Wat kan je meenemen en aan hun geven? Maar ook hun vragen voor hun bescherming. Gegroet, o machtige moeders van ons allemaal, jij die overvloed naar het land brengt, gevers van alle vruchtbaarheid. Gevers van fruit en graan, van kudde en kinderen tot de stam. O grote moeders, we doen een beroep op jullie. Zegen ons dat wij de kracht mogen vinden om de grond te bewerken, de rivieren te verzorgen en het land te beschermen. Accepteer ons bod als wij jullie bedanken. Je geeft hun een stukje brood. Een brood die je hebt meegenomen van de eerste graan, van de eerste bloem. Geef hun het beste van het land.
Maar denk ook aan alle overstromingen, van de donder en bliksemende regen van de laatste tijd. Van alle mensen die nu geen vers water, maar ook inderdaad ook brood, eten en allerlei dingen niet hebben of moeilijk kunnen krijgen. Maar we denken ook aan allerlei mensen die hun leven zijn verloren aan de woeste water. Door de rivieren die normaal mooi liefelijke beken zijn. En nu hele grote woestende rivieren zijn. Aan de drie matronen die bekend zijn in Duitsland. En ook in onze lage landen. Denk aan Nehalennia. Willen wij nu hun hulp ook weer vragen. Dus speciaal aan de matronen vragen wij dat ze ons ook helpen de volgende tijd door te komen. Hier bescherm is een Duitse vertaal of de Duitse versie van deze mooie spreuk die ik nu ga oplezen. Drie die mij begeleiden. Drie die aan mijn zijde staan. Drie die met mij praten. Drie voor mij, achter mij en naast me lopen. Iemand die het verleden ziet. Het verzamelen van de ervaringen uit het verleden. Ze uit te citeren. Eén, leven in het heden. Mij hier en vandaag advies geven. Iemand die het zicht op de toekomst heeft. Rekenen op wat mogelijk is en kan gebeuren. Matronen, bewaak me en geef en bied me je advies aan. Zowel vandaag als gisteren en morgen. Wees gezegend. Denk aan deze grote moeders die zo vaak ons lang voor de christenen altijd zijn bij ons. Die zijn de vroedvrouwen. Die begeleiden het leven van de wieg tot aan de dood. Geef een laatste blik aan die mooie steen. En op je eigen manier zeg vaarwel en dank aan deze mooie dames. Je loopt terug naar het maïsveld en je komt terug in onze cirkel, in ons heden. Maar vergeet niet wat je van deze grote moeders hebt gehoord en geleerd. Zo, zijn jullie allemaal terug? Kijk, mensen vragen vaak van hoe, wat zijn de dingen die we kunnen maken? Wat zijn de dingen die we kunnen gebruiken in onze lammersritueel? Een van de bekendste dingen zijn de corn dollies. Hier geef ik een paar voorbeelden aan. En daar is ook een link. Ik geef dat straks nog een keer. Hoe je bepaalde corn dollies kunt maken. En ik heb ook eentje of iets te laten zien als we hier klaar zijn. Dan gaan we gewoon echt online kijken. Maar de corn dollies zijn gemaakt van maïs, ook van haver en meerdere soorten graan uiteraard, wat bouwbaar is. En vaak worden de oude corn dollies van het vorige jaar ook verbrand. De nieuwe, die worden opgehangen in de scheuren, in de
kuikens, maar ook voor een paar van die korendollies terug op het veld. Als alle maïs of alle haren koren gemaaid is, voor een paar korendollies op het veld. Te eigenlijk voor een goede oogst volgend jaar. Ze zijn in allerlei soorten gemaakt. En korendollies zijn ook heel erg oud. Ze dateren van meer dan 5000 jaar geleden. En zijn eigenlijk overal ter wereld te vinden. Van Mexico tot ons Europa, tot Mesopotamië. Eigenlijk overal waar mensen voelden dat de verbintenis met de graan. Eigenlijk was graan de eerste landbouw. Moment dat mensen niet meer als nomaden moesten ze inderdaad verbouwen. En graan is natuurlijk het eerste wat werd inderdaad verbouwd. En we kunnen inderdaad allerlei verschillende soorten maïs vinden, ook in de Americas, maar ook door Europa. Of nou maïs of haver of tarwe. En de Romeinen waren ontzettend, die wisten precies hoe belangrijk tarwe was. En dan zie je inderdaad, als mensen gingen naar Engeland, de Romeinen, weer Colijnsplaat in Limburg, in Zeeland, sorry, weer de Nehalennia-tempel, gingen ze inderdaad ook tarwe exporteren en importeren vanuit Engeland. Maar even over die korndollies. Door het vlechten van de maïs stelt ons in staat om in contact te komen, niet alleen met het seizoen waarin je leeft, maar ook een moment dat je kunt bedenken waar komt de maïs vandaan. En als je gaat inderdaad iets vlechten, ben je inderdaad ook met heden, toekomst en verleden ben je ook bezig. En in die zin ben je in verbinding met de hele seizoenscyclus. Dus nu is de oogst. Maar langzamerhand, als we naar huis-econoos gaan, gaan we ook weer kijken naar de zaad en terug naar de essentie. Maar dit is nu hoog zomer en we kunnen inderdaad genieten van wat we vorig jaar hebben gezaaid. De korndollies kun je ook meenemen als een talisman, als een amulet. Die worden in allerlei vormen gemaakt. Dus je moet straks even kijken online naar deze link om te kijken wat deze mensen hebben ook van gemaakt. Dit is een Horn of Plenty, cornucopia. En dat is voor mij eigenlijk, hoe is het mogelijk? Laat je iets zien wat Jiske heeft meegenomen, maar ze glimlacht nu, want ze weet wat er komt. In ieder geval, may your harvest be bountiful, blessings at Lammas, at Loaf Mass. Blessed be. Oh, kijk wat Jiske heeft meegenomen. Dit is, ik denk dat wat we net hebben gezien. Nou, jij mag vertellen, hoe heb je dit gemaakt? Hoe heb je dit gemaakt? Ik heb het idee gehad om iets te maken wat een beetje inhangt tussen een kruidenwis en een korndolly. Ik heb bij mij in de buurt groeit in de berm. Het kan een tarwesoort zijn, het kan een roggensoort zijn. Ik denk dat het een tarwesoort is. Ik ben een beetje van in de war, want tarwe heeft meestal niet zulke lange sprieten. Ja, balie. Maar het heeft eigenlijk ook weer een vrij groepe korrel. Dus nou ja, goed. Het is rogge of het is tarwe. En daar groeien de korenbloemen bij. En die zie je niet zo heel veel meer in het wild, vind ik. Dus ik kwam meteen op het idee om dat samen te plukken. En heb ik er wat lavendel bij gedaan voor de lieflijkheid en de zomerse geur. En toen heb ik een draad genomen met allemaal lammaskleuren. En deze eraan, want die wilde ik dus graag voor Morgana meenemen. Want die was zo lief om mij uit te nodigen om hier samen te zijn bij de meeting. Want dan kon ik er toch bij zijn terwijl ik eigenlijk vanmiddag een afspraak had in Zeist.
En dus als bedankje. En zo kan je hem ophangen. En dan kan je hem nog heel lang bij je nemen. Ja, nou, ik vind het ontzettend mooi. En wat waren deze kleuren weer? Het is gewoon de kleuren van de zomer. Ja. Dit is, zijn voor mij echt de kleuren van de rijpe granen. Dat als ze beginnen te rijp te worden, dat je echt die goudgeel tinten krijgt. Ja, absoluut. Oh, wacht even. Komt iemand mij weer... Ik moet alles uitzetten. Nou, mooi hè? En je kunt ook zien dat dit is echt helemaal niet moeilijk. Wat moeilijk is natuurlijk, ja, om het helemaal heel netjes te krijgen, dat is wel moeilijk. Valt ook weer mee. Maar het is een leuk idee voor... En dit natuurlijk, die droogt op. Dus dit heb je gewoon de rest van het jaar. En lavendel blijft natuurlijk ook ruiken. Ik heb ook in de tuin, en dat wil ik aan Jiske straks even voor je weggaat. Ik heb hier heel veel munt. Ik heb verschillende soorten munt. En wat ook erg leuk is om munt natuurlijk te drogen voor straks in de winter natuurlijk. En natuurlijk heb je mijn appels gezien. Ja. Dus ik ben heel erg... Slokjes nog. Ja. Maar je kunt zien, hè, de appels... Ik kom niet in de bovenste. Ik krijg daar... En je moet tegenwoordig zelf bevruchten. Want de bijen, als ze niet op tijd komen... Dus je kan inderdaad bij mijn boom zien. Dus allerlei appels van mijn hoogte. En dan bovenin zijn helemaal geen appels. Dus dat is best wel grappig. Goed. Nog vragen? Heeft er iemand een vraag over? Kenden jullie de matronen van Duitsland? Ze zijn, wat je ook ziet in Limburg. Je hebt ook... hoe heet ze nou? De Witte Dames. In Toorn. En in zekere zin, dat zijn vrouwen. Die zijn niet verbonden. Ze zijn ongetrouwd. In Toorn is inderdaad een witte kerk. Dat is helemaal wit. In Amsterdam heb je ook. Er zijn de Begijnen. De Begijnen. En voor mij zijn de Begijnen ook een beetje verwant aan de matronen. Ze zijn niet helemaal religieus. Ze werden natuurlijk laatst opgenomen door de kerk als nonnen. Maar dat waren ze helemaal niet. Ze waren gewoon vrije vrouwen. En dat zie je inderdaad met de matronen. Dat zijn ook vrouwen die de stam begeleiden. Dat zijn de clanmothers. De clanmothers. Daarom denken we dat ze veel ouder zijn dan 2000 jaar. Waarschijnlijk vele malen ouder. En waar ze ook helemaal verbonden zijn, is natuurlijk zijn de rivieren. Dus aan de ene kant zijn ze beschermers van de rivieren, maar tegelijkertijd, ja, ze zeggen, ja, de rivieren, water hebben we ook nodig. Dus het is niet raar, dus toen ik bezig was met die hele overstroming, en ik was toevallig, hoe heet het nou toevallig, mag ik even die twee boeken daarboven, heb ik een lezing gedaan voor de Scottish Goddess Conference. En ik heb een hele lezing gedaan over Nehelenia. Dus ik was helemaal en hier zie je de votive hier van Nehelenia. En ik merkte, en dit is een boek van Gardenstone. Die ga ik inderdaad ook recenseren, want het artikel komt in Wiccan Raid over Nehelenia. En waarom ik over Nehelenia heb, omdat in de Gallo Romano tempel in Colijnsplaat is een replica natuurlijk van wat ze denken dat het was van Nehelenia, maar diezelfde soort tempels zijn in Kauk en Archeon is daar een kopie van. Dat heet ook, ze noemen het gewoon de Nehelenia tempel, maar het was eigenlijk een tempel vanuit Kauk, replica dan. Maar ik ben in 2019 in Trier geweest. En daar in de buurt van Trier heb je een tempel, helemaal hoog in de bergen. En dat was ook gewijd aan Mercurius. En dat is ook natuurlijk commerce en handel en alles en nog wat. Dus ik vermoed, ik ben min of meer zeker, de merchants gingen van Trier langs de Rijn, langs de grote rivier, langs de Roermond, de Meuse, Maas. Richting Rotterdam. Natuurlijk ook nog steeds een hele grote handelscentrum uiteraard.
en daar in Limburg naar Colleensplaat. Dus ik zie wel, en daar kwamen ook de matronen weer, en de overeenkomst met de matronen en Negelenië is onmisbaar. Want Negelenië heeft ook die cape, en dat geeft ook aan dat het gewoon een oudere dame is. En ze heeft ook op de boot, ze zijn appels en peren en een grote hond die haar begeleidt. Dus ik vond het ontzettend, nou, hoe toevallig is het allemaal? Nou, het is nooit toevallig. Dus vandaar dat ik dacht, nou, dit is zo toepasselijk. Maar straks komt het hele verhaal in Wiccan Raid uit. Dus dat was mijn contributie voor vandaag. We hebben Wilma. Nou, ik ben inderdaad bezig met de Nederlandse versie van The Silent Listener. Ik heb hier de proefdruk. Die ben ik nu aan het nakijken, maar waar ik eigenlijk over wilde vertellen is dus dat ik nu ook Bob Richel, de schoonzoon van Eldermans, helemaal heb doorgezaagd. En er is dus nu een boek over verschenen, over zijn werken. Ja. Bob Laurentius Richel, een getekend leven. Dat was de titel die zijn dochter het liefste wilde hebben. Ik had hem eigenlijk eerst een hele andere titel gegeven. Dat was De Reiziger binnen het lijst van een vreemd schilderij. Maar ja, dat is weer zo'n gewichtige titel. Maar waar het eigenlijk om gaat is dat Bob is dus de naamgever van de Richel-collectie in het Museum of Witchcraft and Magic. Een collectie die behoorlijk wat verbazing heeft gewekt toen het dus in 2000 naar Bos Castle kwam. En in 2015 heeft zijn dochter dus aan mij gevraagd of ik ook een biografie over haar vader wilde schrijven. En daar heb ik me dus de afgelopen jaren mee bezig gehouden. En het was eigenlijk heel erg frappant om te zien dat Bob een behoorlijk interessant leven heeft gehad als je het gaat vergelijken met zijn schoonvader. Zijn schoonvader was eigenlijk meer in zijn fantasie een belangrijk mens. Bob is eigenlijk precies diegene geweest die hij altijd heeft gezegd die hij was. Bob heeft bijvoorbeeld in het verzet gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Over Eldermans is dat beweerd, maar dat hebben we nergens kunnen aantonen. Maar van Bob heb ik dus inderdaad de gedocumenteerde bewijzen in handen gehad dat hij dus inderdaad in het verzet heeft gezeten. Hij heeft in de arbeidsdienst gezeten, is daaruit weggelopen, is toen weer gevangen genomen in Duitsland, heeft in een kamp daar gezeten. Dat heeft hij zijn leven niet meer over gesproken. Dat heeft hem behoorlijk getraumatiseerd. Hij is toen in 1946 naar Nederlands-Indië gegaan. Eigenlijk ook een beetje om de ellende hier te vergeten. Ja, daar kreeg je natuurlijk weer met hele nieuwe ellende te maken. Dus hij kwam in eind 1946 getraumatiseerd thuis. En is toen onder invloed gekomen van een mysticus. En dat was Jan Willem Stickers. En die kennen we beter als Abba Serapion van de Provo-beweging. Mm. En van Stickers heeft hij dus zijn introductie gekregen in de wereld van de magie. Die heeft hem dus geïntroduceerd met Eliphas Levi. En dat heeft Bob dus weer die enorme fascinatie met de Baphomet-figuur teweeg gebracht. Want ik weet niet of mensen hier bekend zijn met de Richel-collectie, maar er zit dus een hele grote collectie aan Baphomet-figuren in. En dat komt dus uiteindelijk uit 1949, dat hij dus samen met Stickers in een huis woonde aan de Spiegelgracht in Amsterdam. En ja, dan begint eigenlijk zijn verhaal binnen het occulte. Ja. Wilma, wat jou, heb jij nog bij de hand verhaal over de van Richel, van niet van Richel van Eldermans, over zijn liefde voor de kabouters? Ja. Weet je, toevallig is daar net weer een tweede deel van verschenen bij Troy Books. De Gnome Grimoire hebben we hem deze genoemd, omdat hij dus over magie gaat. Ja. Magie en kabouters. Nou, weet jij, dat moet ik jou inderdaad vragen, want we zitten natuurlijk nu met lama's en zo. Maar wat heb je geleerd of wat heb je gevonden aan kabouters in Nederland? Wat waren ze gewoon verbonden of waar woonden ze? Of wat heb je daar eigenlijk... De meeste kabouterverhalen vind je eigenlijk in het zuiden. Brabant, Zeeland, Limburg, dat zijn de kabouterprovincies. Je kunt in principe een streep door Nederland trekken en daarboven vind je vrij weinig verhalen, daaronder heel veel.
En het zijn ook helemaal geen aardige kabouters waar je dan tegenaan loopt. Het zijn meestal een beetje grumpy, zijn ze. Ze houden er ook niet van als je ze gaat bespieden terwijl ze bezig zijn om klusjes voor je te doen. Dan willen ze nog wel eens de neiging hebben om je blind te maken in één oog. Ja, ja. Mijn familie komt uit Lancashire. En er was altijd het idee van white lighters en alles en over de fairies en alles en over. Maar eigenlijk in de Pennines waren de natuurgeesten waren echt helemaal niet zo vriendelijk. En ze maakten gewoon allerlei potholes. Dat mensen gingen echt dood. Ze konden gewoon zomaar verdwenen. En dat zie je vaak ook in Bodmin, Dartmoor. Dat de natuur op de een of andere manier is niet altijd zo dat ze zijn daar welkom. En dat is niet voor niks. En wat je ook in Europa hebt, is natuurlijk het hele Melusine verhaal. De Fairy Queen. En dat zij... ze had 8, 9 kinderen. En die waren allemaal... hadden ze iets mee. Of een te grote hoofd. Of te grote lippen. Of, ze waren heel lelijk. Voor ons begrippen dan. Maar je zag inderdaad... dat als je in connectie komt met de world of fairies en kabouters en alles wat, is dat niet altijd zo liefelijk? Omdat je gewoon vaak wordt gewoon, je moet respect hebben. En dat vergeten mensen. Dus alle sprookjes, die zijn daar een waarschuwing. Zo vaak van Baba Yaga, dat kent waarschijnlijk Petra, richting Bulgarije. Al die Balkanlanden, die hadden echt een boze vrouw in het bos. Niet zo'n liefelijke... misschien kan Jentel iets vertellen over de Bulgaarse. Dat zijn inderdaad ook van het waren gewoon... die moet je wel met respect behandelen. Dus het zou me niet verbazen, het is ook in Nederland. En het is niet dat ze kwaadaardig zijn. Ze zijn ook om mijn eigen domein ook te beschermen. Dus Jentel... Ja, heb jij nog verhalen? Ken jij nog verhalen over lammesverhalen of iets dergelijks? Ja, misschien heb je iets paraat, dat weet ik niet. Nou, niet specifiek van hier. Natuurlijk heb je hier ook wel allemaal van dat soort tradities en zo. En ook qua van dat soort wezens en zo. Heel veel van die wezens, ook met draken en dat soort dingen. Ze zijn inderdaad allemaal niet liefelijk of wat dan ook. Het is meer een romantisch beeld dat dit soort wezens schattig en, en dat soort en liefelijk zijn. Dat is meer een soort van romantisering van wezens dan dat het echt is zoals het in die volksverhalen tot uiting komt. Maar ja, dat is natuurlijk ook een hele andere tijd, die volksverhalen. Die zijn ouder dan dat beeld dat wij dan van dat soort wezens hebben. En dat zie je ook wel terug hier in de mythologie hier. Zoals ik al zei, met die draken en zo. Je hebt echt een aantal verschillende soorten draken die dan allemaal ook voor voorspoed en zeg maar om het land te bevruchten. En dat soort dingen ook heel veel te maken hebben met de regenval. De regen is natuurlijk iets... wat je, eigenlijk willen we geen regen, maar eigenlijk willen we wel regen, want we willen ook dat er een goede oogst is natuurlijk. Dus het is allemaal van die soort van dubbele dingen die er, dubbele betekenissen die eraan zitten. Dus dat soort dingen heb je hier wel. Eigenlijk net als de Trickster Spirit zelf natuurlijk, die hele dubbele betekenis die eraan zit. Ja, precies hetzelfde. Dat is eigenlijk ook op die manier inderdaad. Ja. Ja, ik wil nog wel even iets ervoor brengen over die kabouterverhalen en dergelijke. En de fairies, het verhaal schijnt heel erg samen te hangen met de aanwezigheid van Kelten. In Zuid-Nederland had je dus echt een vrij rijke Keltische cultuur. En dat zie je dan weer in het noorden van Nederland niet. Dus ik begin toch een beetje het idee te krijgen dat het ergens uit die hoek vandaan moet komen hier. Want je ook in Zeeuws-Vlaanderen heb je ook de kabouters die jou kunnen laten verdwalen. Hè? Zoals het pixie, being pixie-led. Ja,
Ja, even ja, ja, ik heb toevallig een paar jaar in Zeeuws-Vlaanderen gewoond. En sommige mensen die waarschuwen daar nog steeds voor. Dat is echt prachtig, ja. Ik vind het mooi hoe dat eigenlijk blijft voorbestaan. Well, I think the way they celebrate, they don't really celebrate it anymore that much in Croatia, I think, because mostly they're a big city, but still you have it in the smaller villages. I know that in Serbia, when they cut all the grain and everything, then they have a whole procession where everyone's carrying the whole piles of grains and showing off, I think. And I think they actually celebrate around the 6th of August. And I know they make the kind of like the corn dollies, but not really. They make women figurines out of it. And sometimes they have like a woman shape with like a baby shape inside. So it's like a fertility effect. I know there's like a lot of music involved, of course, like the tamburice. But that's about it, I think. Yeah, well, if you've got any pictures or any anything, you can always share it on the Facebook group. So, and there is Soleil with her beautiful feathers behind her. So it's so funny. So we're just coming to the end, actually. Have you got anything? Oh, I'm speaking English now. Epia iets te delen, Soleil, of ook een beetje over jezelf? Hoe is het met jou? Nou, hartstikke druk. Nou, wat het grappige hierin is, is dat voor mij is Lammas eigenlijk het dorpsfeest in Frankrijk, waar ik vroeger, dat is nog niet zo heel lang geleden, altijd mijn zomervakantie vierde. Namelijk, gingen we logeren bij een vriend, een huisvriend van ons. Die had daar een huis, een boerderij gekocht. En daar woonde die. En daar gingen wij dan naartoe. En dan trokken wij in een heel klein kamertje. Met een kachel erin en alles. Maar zij hebben daar op het eerste weekend van augustus het dorpsfeest. Mm. En dat betekent dat je met het hele dorp aan tafel gaat. En dat er ook door de mensen zelf gekookt is. Tot 300, 500 man, dat maakt niet uit. De beste wijn van het dorp en alles. En dat is voor mij Lammas. Ik heb intussen even snel wat opgezocht. Want ik heb een vriendin die woont in Denemarken. En die stuurde op een gegeven moment een berichtje op een forum waar ik zit. Die zei van, ik moest meteen aan Jiska denken, want ik moest zo lachen. Er werd hier in het dorp gevraagd om een vrijwilliger om de heks te zijn. En zij had iets van, hoezo om de heks te zijn? Wat is dat dan? En nou hebben ze daar altijd, ik weet niet wat voor traditie het is, dus het is allemaal een beetje van horen zeggen. Nou hebben zij daar dus een traditie, ze woont in Fredericia, dat er wordt dan ergens eind juni, begin juli, dus het zal ook wel meer met Lita zijn. Het grappige is, zij doen dan aan een heksverbranding. En dan vragen ze dus een vrijwilliger om de heks te zijn. En die heks, daar wordt dan alles wat niet goed is, dat wordt op die heks geladen. En die heks wordt dan verbrand en dan is iedereen weer bevrijd. Maar vlak voor het vuur wordt natuurlijk die heks vervangen door een stroopop. En dan wordt dus die stroopop verbrand. Even kijken. En daar heeft ze me even een fotootje van gestuurd. Dus... ik heb geen idee in hoeverre het enige verbinding heeft, maar het idee van dat ze daar dus een feest doen waarbij een heks vervangen wordt door een stroopop en dan verbrand wordt. Ik denk, daar ga ik nog eens een keertje wat over opzoeken. Ja. Ja. Nou, kijk wat ik gevonden heb. Hey. Heel goed. Ja, dus ik heb weer wat gevonden. En, want ja, natuurlijk, ja, voor Wilma en Jens, meestal hebben meerdere mensen iets te delen en zo, maar... het is wat je ziet vaak met deze tijd van ja, iedereen is buiten of met vakantie of mensen komen op bezoek. Dus we hebben inderdaad iets minder aan aanbod vandaag. Maar ik heb iets gevonden waar we kunnen wel mee sluiten. Soleil, ik heb inderdaad een beetje aan alle mensen die hebben problemen gehad met die overstroming enzovoort. Ik heb inderdaad de drie matronen
vanuit Duitsland. En de verbinding is gemaakt met Nehelenia. Dat is deze Nehelenia. En de votive is deze votive. Kun je zien? Maar Lunissa is, ik zei ook, je hebt een verschil tussen lamas en Lunissa. Lamas is met loofmas, heeft alles met brood te maken, het malen van de koren in brood. Lunissa, in tegenstelling, is oorspronkelijk een Celtic festival en is later wel gechristend, hoe noemen we dat? Ja. Christelijk gemaakt. In ieder geval. Geannexeerd, zeg ik. Christen heet dat. Ja. Maar ik wil gewoon toch wel een beetje Lunissa ook naar voren brengen. Eigenlijk ging Lunissa over eigenlijk Luke. Naam is verbonden ook aan Leiden. Aan Leon. Luke. De Lightbringer. Beetje luxe as well. Maar het verhaal was, de oorspronkelijk, dus pre-christelijk verhaal, was dat zijn fostermother, Tyltu, dus the mother who stands in for, also the what do you call it when women give babies milk, the nursing, the nurses, whatever. De voedster. Yeah. De min. Yeah. Ja, die neem de laatste woorden ken ik niet. Maar in ieder geval, Luke, zijn fostermother, dat is inderdaad zijn stiefmoeder, die is dood gegaan toen ze een kind ging baren. En hij vond dat inderdaad zo moedig van haar was. Dus hij heeft The Games of Tara aan haar opgedragen. Dus eigenlijk de oorspronkelijk games waren in honor of Tyltu, zijn stiefmoeder. Maar de christenen vonden het een hele leuke festival. Maar ze gingen eigenlijk de rol van Luke overnemen als Sol Invictus. En je voelt het aankomen. Je voelt het aankomen. Dus de nadruk was niet meer op de vrouw. Die heeft haar leven gegeven voor nieuwe leven. Maar het ging verder steeds meer naar de man. En inderdaad in de vorm van Luke. En daarom krijg je het woord Lunissa. En inderdaad, veel pagans hebben inderdaad nu ook dat eigenlijk christelijke versie ook overgenomen. Ook in Ierland. Er zijn de laatste jaren mensen zeggen nee, het is helemaal geen christelijke feest. En Luke is inderdaad niet the center of the story. Maar als je zegt inderdaad, de moeder, die offert zichzelf. En later natuurlijk in de pagan world is het the corn king. The corn king who is sacrificed and not the woman. Again, you see the sort of move towards the male being sacrificed. And some people say the god is sacrificed. That is completely wrong. It's the corn king who is sacrificed, if anybody's sacrificed, and the corn king is John Barleycorn must be threshed for the beer, for the hops, for the grain. John Barleycorn must die, and his seed will then go on to form the new harvest for the following year. So anyway, what I'd like to, again, ik denk inderdaad, lamas, het is niet alleen voor vrouwen belangrijk, maar inderdaad, de God daar ook een rol in gaat spelen, maar de koning van het land, die heeft inderdaad, de corn king, die heeft zich geofferd. Dus, daar wil ik deze sessie, deze mooie Round the Lammas fire, eindigen met een Lunissa fire. Dus laten we gewoon eventjes denken aan de sacrificed king.
De king van het koren sterft voor zijn volk. Hij geeft ons brood te eten. Zaaien, groeien, repen, oogst. De koning is gestorven, maar hij is niet dood. Na de oogst volgt de rusttijd. Volgend jaar begint de cyclus weer van voren af aan. De koning wordt telkens opnieuw geboren. In het graan leeft hij voort. Zaaien, groeien, repen, oosten. Wij danken ieder die vandaag aanwezig was. Aanwezig in onze cirkel. De cirkel van het leven en van dood. Wees gezegend. En met deze ga ik de recording ook beëindigen. En ik dank jullie inderdaad dat jullie weer bij ons waren. En in ieder geval, we blijven even samen om eventjes informeel met elkaar te praten. Dus